En dan 22 tot 26 graden. De verkeersinformatie op 58. File op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Meers en Maastricht staat 2 kilometer file. A4 Delft-Amsterdam tussen Hoogland. Brabant zal vanaf nu vaker te horen zijn in de verkeersinformatie. Niet omdat er meer files staan, maar omdat er een nieuw systeem van meten en verwerken is. De Nationale Databank Wegverkeersgegevens, NDW. Minister Eurlings van Verkeer komt vandaag in Eindhoven dat landelijke systeem in werking stellen. Niet voor niets in Brabant, want landelijk staat Brabant hoog in de file top 10. Vooral door de ligging tussen de Randstad en het Roergebied. Aan die files wordt al van alles gedaan. Denk maar aan de grootschalige werkzaamheden bij Eindhoven en Den Bosch en de toekomstige ruit om Eindhoven. Maar nu dus ook door dat nieuwe systeem. Nou, dat is een systeem waar eigenlijk alle meetgegevens van de wegen in bij elkaar komen. Je hebt de Rijkswegen, de Provinciale Wegen en de Gemeentewegen. En die doen we nu allemaal bij elkaar. Er zijn cameraatjes langs de weg die het verkeer registreren. Er zijn meetlussen in het wegdek. En die gegevens combineren we allemaal bij elkaar. En dan kunnen we precies zien waar er opstoppingen zijn in Brabant, waar het heel erg druk is. En kunnen we dat in goede banen leiden. Toen ik het las en hoorde, toen dacht ik wel, dat is het toch al lang? Nou, voor de Rijkswegen, dat klopt. De gegevens worden door de NDW beschikbaar gesteld aan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Zij kunnen dan het verkeer beter sturen. De ANWB en TomTom kunnen de gegevens kopen. Ook komen op die manier gegevens over wegwerkzaamheden beschikbaar via websites als haalmeeruitdeweg.nl. Het nieuwe systeem gaat werken op provinciale wegen, zoals de N69 bij Valkenswaard, de A270 tussen Eindhoven en Helmond, de A261 tussen Tilburg en Waalwijk en de N279 tussen Asten en Den Bosch. Maar ook op rijkswegen, zoals de A50 tussen Eindhoven en Os. De provincie Noord-Brabant steekt de komende 4 jaar bijna 3 miljoen euro in het systeem. Want voor Brabant is het belangrijk. Het is voor mensen ontzettend belangrijk om een betrouwbare reistijd te hebben. Dat je weet, als je van huis vertrekt, dan ben ik ook op die tijd op mijn bestemming. En dat stelt mensen ook in staat om een juiste keuze te maken om met de auto te gaan. Of toch misschien met de trein of met de bus. Omdat je dan pas een goed inzicht krijgt in je werkelijke reistijd. En je dus echt verantwoord kunt kiezen.